Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar Yugo Designs. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een opbergdoosje moet maken van een oude rol duct tape. Dit is mijn oude rol duct tape. Er zit nog één klein laagje om. Maar als we die eraf halen, hij zit stevig vast, krijg je meteen het karton erin. Ja. Het karton. Dus plak ik hem er weer op. Dan is dit klaar. Dus een oude rol. Voor de rest ook nog een nieuwe rol. Ook weer paars voor mij. En als je hebt eventueel een plaatje die normaal op de duct tape zit. Maar zoals je kan zien, die voor mij is gekrompen. Dus ik heb er eigenlijk niet meer zoveel aan. Want dan moet je deze op maat knippen. Dat is een beetje kartonnerig. Dus dat kan je doen. Maar je kan ook doen met een schaar en een... Ja, een... En een potlood om eerst de duct tape over te tekenen. En dit daarna uit te knippen. Dan krijg je een rondje en die past er precies op. Je moet twee van deze rondjes hebben. Eentje voor de bovenkant en eentje voor de onderkant. Maakt niet uit wat voor papier je gebruikt. Ik gebruik printpapier, want daarna gaan we hem ook nog versieren met duct tape. Dus uiteindelijk wordt die super stevig. Ik ga dit rondje heel even uitknippen. En dan ben ik zo bij je terug. Zo, ik heb hier ongeveer twee gelijke rondjes. Voor de duct tape. En we gaan hem nu vullen met duct tape. Zodat we het een mooie afwerking krijgen. Eentje komt onderop. En omdat toevallig hier al van de binnenkant wit is. Laat ik hem wit. Kijk, stel nou dat je deze rol had. Ja, deze rol zit nog vol. Daar zit een logo in. Dan had ik waarschijnlijk een rol duct tape hier zo aan de binnenkant geplakt. Nu doe ik dat niet. En nu laat ik hem gewoon wit. Wat ik ga doen. Ik ga pak allebei de kanten. En pak een goede duct tape erbij. En daar ga ik een snoer, een slier van afhalen. Dan ga ik hem erop pakken. Zo, ik heb hier een strook met duct tape. Ik heb hem, zoals je misschien kan zien, gescheurd. Vroeger, toen ik aan het begin van de duct tape zat, wereldje zat, begon, wilde ik het voornamelijk snijden. Nou, nu weet ik hoe dat ik het anders moet doen, dus dat is wel echt heel fijn. Ik ga van eentje dus de binnen- en de buitenkant, dus alle twee de kanten doen. Van deze ga ik alleen de buitenkant doen. Wat ik ga doen, ik pak mijn duct tape. Ik plak hem er gewoon overheen. Zo. Maakt niet uit als het een beetje verspringt. Dat vind ik persoonlijk wel leuk. Daarom gebruik ik ook geen patroon. Met patronen kun je heel goed zien dat het misgaat. Dus ook met sommige mensen op YouTube die dit ook doen. En dan kan je heel goed zien dat het misgaat bij hun. En nee, dat doe ik toch liever niet. Ik zie dat ik hier nog een heel klein stukje over heb. Dus daarom ga ik mijn duct tape in twee of in drie scheuren. Zo, het is in drieën. Dat leg je dan ook weer zo neer. En doe je heel goed aan. Zodat je bijna niet de scheurtjes ertussen kan zien. Kan hem misschien wat nog meer naar die kant. Ja, het is even passen en meten. Vooral nu, omdat ik met één hand bezig ben. Sorry voor het geluid op de achtergrond. En nu gaan we elkaar... Nu ga ik hier wat knipjes maken. Aan de zijkanten, de hoekjes. Zodat ik ze makkelijker naar binnen kan vouwen. Ik zal laten zien hoe dat ik het doe. Zo. Ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik nu één speciale schaar voor alleen mijn duct tape te knippen. Omdat je schaar gaat dan echt heel erg plakken. En dan kan je hem eigenlijk niet voor andere gebruiken. Dus dat is wel echt een aanrader om één speciale schaar te pakken. Want dat vinden moeders waarschijnlijk ook een stuk fijner. Tenminste, mijn moeder dan. En dan plak ik hem dubbel. Ik wil even mijn camera wegleggen.
Zo ziet het naar binnen gevouwen eruit. Het is niet het prachtigste rondje ooit, maar dat maakt niet uit. Nu ga ik hem nog beplakken met wat andere tape. Of hetzelfde kleurtape, maar dan voor de binnenkant. Dit is namelijk de bovenkant van het deksel. Dat is dan wel mooi als je twee kanten hebt. Dan moet ik het heel even goed doen. Zo, en hij is hier ook geplakt. Dus aan de andere kant kan je het ook zien. Nu is het wel handig als je dan twee rondjes hebt. Want dan kan je ze precies op elkaar leggen. En dan kan je dit ook nog helemaal afknippen. Dus dat ga ik nog wel even doen. Zo, het rondje is af. Ziet er prima uit. Nu ga ik de andere precies hetzelfde doen. Alleen ga ik het één kant doen. Dit keer heb ik twee kanten gedaan. Dus deze gaan we aan de kant leggen. Nu ga ik deze doen. Op een andere manier dan dat ik deze heb gedaan. Nu ga ik alleen van duct tape deze kant doen. Dus dan plak ik ze eerst allemaal zo. En dan ga ik ze mooi uitknippen. En dat is wel het voordeligste wat je kan doen qua duct tape wat je wil bewaren. Of nee, wacht. Ik ga hem alleen zo leggen. En dan ga ik er kleine knipjes in maken. Zodat ik ze meteen erop kan zetten. En het dubbel kan vouwen. Dus dat ga ik doen. Zo, je kan het misschien niet zien, maar hieronder zit het rondje. Dus dan ga ik hem er nu afhalen. Zo. Die zit hier. Nu ga ik hier allemaal kleine knipjes in maken. Zodat ik hem dadelijk meteen hierop kan zetten. Zo, ik ben klaar met knippen. Zoals je kan zien zijn allemaal kleine knipjes in. Nu zet ik hem erop. Precies meten. Zo. Maakt niet uit dat hij iets overloopt. Misschien is hij beter. Dan ga je ieder plakje voor zich op de duct tape plakken. Dit is een werkje. Dit duurt wel even. En het is makkelijk te doen met één hand. Dus dat is positief voor mij. Want ik zit te filmen en te maken tegelijk. Als mensen aan mij vragen van, joh, wat vind je nou fijner? Duct tape knippen? Of duct tape scheuren? Of snijden? Want in het begin wilde ik per se een snijmat gebruiken. Ik vind snijden er wel mooier laten uitzien. Maar ik vind het ook prima om het zo te doen. En nu zit mijn onderkant er helemaal op. En mooi ook. Nu gaan we de bovenkant bevestigen. Heel makkelijk. Pak gewoon het mooiste stukje wat jij vindt. En tape hem aan één kant dicht. Ik zal het voordoen. Zo, hier kan je het toevallig goed zien. Dat het hier een klein beetje, tenminste ik kan het zien. Dat hier het een klein beetje wit is van de, van het cirkeltje. Dus daar ga ik het plakken. Ik pak gewoon een klein stukje duct tape. En ik plak hem ongeveer, waar is het, een klein stukje over. Ik kan het beter zo laten zien. Een klein stukje over. Dan maak je hier een knipje, daar een knipje en hier zo een knipje. Hier kan je de knipjes goed zien zitten. Dan draai ik hem om. Dan gaan we hem erop plakken. Bevestigen, als je het goed wil noemen. Zo. Doe je het voorzichtig. Eerst het grote vlak naar beneden toe. En dan twee kleintjes. Zo, en hij zit erop. Zoals je kan zien. Nu kan die ook makkelijk open. En weer dicht. Voor een extra stevigheid ga ik hem nog heel eventjes aan de binnenkant. Hier zo een klein duct tape randje opzetten. Sorry dat ik ervoor zit. Hier zo kan die makkelijker ook die kant op. Dat is ook wel fijn. Zo, aan deze kant zit ook duct tape. Nu gaan we mooi afwerken. Ik ga hier nog een band met duct tape overheen plakken. Zodat het, zodat je niet alles goed ziet. En ik ga hier nog een klein
plakbandje, nou niet plakbandje doen, maar een klein stukje duct tape, zodat je het ook kan vastzetten. En natuurlijk, ik help jullie weer mee. Als eerste ga ik paars duct tape pakken. Ik kan ook een andere kleur doen voor er helemaal omheen. Zo, ik heb mijn duct tape eromheen geplakt en het is super mooi afgewerkt, vind ik zelf. Nu ga ik nog een klein plakje pakken voor het hier dicht te maken. Wat ik dan ga doen, ik pak een klein streepje duct tape en dan plak ik er precies eentje bovenop. Dus je kan het ook zien als gewoon een klein stukje zo dubbel vouwen. En voor de mooiheid doe ik het nog een keer. Voor de stevigheid. En dan kunnen we een kwestie van afscheuren. Zo, en dit lepeltje plakken we mooi aan deze kant en aan deze kant. Waardoor die dicht zit. En dat doe ik met aan de binnenkant met duct tape. En aan de buitenkant doe ik het met de klittenband. Zo, ik heb hem hier binnen met duct tape vastgeplakt. En dan hier komt nog een klittenband. Maar ik heb ze nu heel eventjes niet meer in huis. Klittenband niet meer in huis. Dus laat ik het heel even zo. En dan is het prima. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Ik zou zeggen, geef het een duimpje omhoog. Als je wil, kan je er ook nog twee oogjes op maken. Dan lijkt het net een olifant. Wist het tot nu toe. En bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren hieronder. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Yugo Designs. Dag!